Purum kakatuva menjlok di jendela nene suratuva giginjal tingal duva lechum 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 ulala lechum 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 ulala lechum 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 ulala purum kakatuva. Dezezelfde Fons Rademakers die vroeg of ik auditie wilde doen voor de Max Havelaar van Multatuli. Twee namen die me niets zeiden. Maar in ieder geval, ik moest bij hem op bezoek komen. En in zijn werkkamer zat hij achter het bureau als tegenspeler. En ik hier als Max Havelaar. En dan legde me uit dat de scène die wilde zien dat Max Havelaar vlak voor die de toespraak doet tot de hoofd van Lebak, de machthebbers daar, de Indonesische machthebbers, dat hij een gesprek heeft met zijn assistent Verbrugge en met Duclari. En Max Havelaar heeft dan net ontdekt dat het volk wordt uitgebuit, onderdrukt, geknecht. En dan wint hij zich zo over op dat zijn assistent, en niemand heeft hem dat verteld, dat die mensen eten zand. Nou, zoiets moest ik een paar keer doen. En Duclari, die in de film wordt gespeeld door Rutger Hauer, en die was ook in de race geweest voor Max Havelaar, die was er niet geworden. En ik geloof dat het om geld ging. En Indonesië kende ik eigenlijk ook niet. Ja. Indonesisch eten, lumpia's. Maar wel een oom van mij, of in het dorp waar ik woonde, dat er altijd weer van die welkomstbogen voor een deur stonden. En dan wist je, oh, er is weer iemand uit de oost teruggekomen van zo'n politionele actie. En later hoor ik van mijn oom, Tjitse, hele grote, sterke man, die was er ook bij betrokken geweest. En die heeft er eigenlijk nooit over verteld. Ik wist gewoon dat hij in de oost geweest. Dat klonk allemaal heel stoer. En pas later, toen hij ouder werd, kreeg hij pas de pijnen van wat hij daar heeft meegemaakt. In die tijd werd er nooit over gesproken. Hij las rugkrachten enzovoort enzovoort. Maar ik weet wel, toen we de eerste dagen in Indonesië kwamen, dan kreeg je allemaal welkomstdingen, allemaal welkomstdingen, welkomstdingen, dat er nog wel de spanning zat dat de Max Havelaar vanuit een Hollands gezichtspunt werd gemaakt. En dat er eigenlijk veel liever wilde dat die film Saitya Danadinda, Saitya Nadinda zou heten. Twee opstandelingen, slachtoffers van die politionele acties ook. En die spanning zat erin. Want de Max Havelaar mocht 10 jaar lang ook niet vertoond worden in Indonesië. Omdat in de Max Havelaar wordt duidelijk gemaakt dat zelfs de Indonesiërs zelf, met de hulp van de Hollanders die dat allemaal gedoogden, Indonesië zelf ook hun bevolking onderdrukte, uitbuiten. Ik heb geen spiegel, maar ik voel wel, dit is een vikingpruik. Ik ben geen viking. Het leuke op toneel is, hè, dan hoef je eigenlijk... Als ik zelf speel, heb ik nooit pruiken of make-up. Je kunt dan met je lijf
oud worden. Of heel jong. Of agressief. Of liefdevol. Of crazy. Multatuli zelf met een hele mooie musketierpruik had hij op, maar het was eigen haar. En transformeren gebeurt van binnen, hè? Eigenlijk of je zo'n Marlon Brando, die stort tot het wezen van een gorilla op. Dynamiek van een gorilla. En bij Max Havelaar zocht ik altijd voor de opnames, maakte ik me heel stil. Al het gedoe om je heen, stil. Het is ook een soort beginpunt had. En als intensiteit zelf, terwijl je praatte, in de buurt van dat stille punt blijven. Fons Rademakers, die speelde altijd alles voor, hè. En ik had met Fons afgesproken, als jij speelt, kijk ik niet naar je. Want ik heb zo'n duidelijk ding, zo'n overrompelende stem en zo. Hij was zelf acteur, hè, dus al voorspelend vond hij de essentie van een scène vaak. Maar als je naar hem keek en je zou het dan nadoen, dat deden we wel eens. Er was een staking en dan werd er 3 dagen niet gefilmd. Zeiden gaan we fijn die scène repeteren. En er waren scènes in een nachtopname. Die gaan we goed repeteren. Hadden we helemaal gerepeteerd. Oh ja, snor wil je doen. Ja. Hadden we goed gerepeteerd. En de nachtopnames begonnen. En ik was helemaal bevroren. Ik kon maar niet bij mijn eigen ding komen. Ik wilde zo goed doen wat hij had voorgespeeld, wat hij had verteld en hoe hij het had voorgedaan. En sinds die tijd spraken we af, als jij voorspeelt, ik kijk niet naar je, ik luister wel naar je. Vonden andere mensen wel gek, die dachten, hey, die Faber die luistert niet naar die regisseur. Maar ik deed alleen maar om bij mezelf te komen, bij mezelf te blijven. Dat ik begreep wat hij bedoelde, dat ik het kon vergeten en op mijn manier kon doen. Adem is ook een heel belangrijk ding. Je kunt eigenlijk zeggen transformeren. Als je inademt, wordt je lucht ook getransformeerd in voedingsstof. En je geeft terug de energie die je hebt gekregen van de lucht. Mijn rol is het ook zo. Het trekt in je. Je ademt het in. En dan transformeert het zich in acties waarmee je naar buiten komt. Je kan precies iets geven als je eerst iets hebt. Klinkt een beetje Dr. Pil allemaal, dit. Luister je wel terwijl je dit allemaal doet met die. Een klein beetje drogen tot het kleverig wordt. En de koffie was heel lekker. Pieter, koffie manis, koffie paït. Ja.
Прожни не гроза, жизнь не грозо, важь надо прости, чистоко, важь надо бруздо. Just die Grabashni, za, gisnik brada. Dat is hem in het Russisch. Toesprak tot de hoofd van Lebak. Misschien heeft hij die zelf wel geoefend ook. Twang rana di pati. Mupati bantan kidul. Simon batja banyak hal halgang baiti bantan kidul. Laia tuan tuwe miliki sava sava di lemba lemba. Satu bigi padi an nitenam akan satu batan padi. En waarom komt het volk in opstand? Omdat God hen heeft verlaten. Ze moeten zeggen: Nimikyanla kendanya, het zij zo. Nee. Kpale kapale negri lebak. Negri kiti misken kanabania kesela, hanya kiti la koeken. Karni it. Tula. Karnitula orang orang kiti negeri ini, de pergi bekecikan di polan kraven de matali, dan di sana mereka mati dengan kris, klewan, serta senapan. Mooi dat al die mensen 's morgens vroeg als we naar de opname gingen, stonden die mensen daar, de gekste plekken zag je roerloze gestalten staan. En het simpele feit dat je oud was, maakt al dat je respect verdiende. Nina Bobo, oh Nina Bobo, Kalatida Bobo, digigit nyamu, Bobo le sayang, anaku sayang, Kalatida Bobo, digigit nyamu. Betekent als je niet gaat slapen, komt een muskiet en die prik je. Corrale di patti, bu patti batan kidul, dan se kalian pararana da man. Sai man batje banyak hal hal dan baiti batan kidul. La ia tuman tuwe meliki sava sava di lemba lemba. Nee, hoofden van de bak. Het volk komt in opstand omdat ze worden onderdrukt, geknecht, uitgebuit. En door wie? Kapalle kapalle negri lebak. Negri kite miskin kanna banya kesala hanya kite la kukan. Karnitula oran kite negri ini. Ne perki bekci kandi polan dan krava. Negri kiti misken kanabanya keselahan.
tuan currade di pati, bupati banden kidul. Dan sekalian parada nemang. Saya membaca banyak. Saya membaca banyak hal-hal. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah apa, susah, susah itu tak ada gunanya. Mungkin demikian. Ayasaya. Banyak. Tuanku. Ran Adipati. Sekali saya melihat banyak laia memiliki sama-sama Kris. Adipati. Prachtig. Prachtig. Akan satung badung padi. Saya akan satu baring padi. Akan satu badan padi. Akan satu badan padi. Hoofd ervan. Demikianlah. Lebak. Lebak. Padi. Kepala negeri lebak. Kepala. Negeri kita iskin. Kan banyak keselak. Negeri kita iskin kerana banyak kesalahan yang kita lakukan.
carnitula orin vigri in de perkit cannibola crava. Chitte pet. Yes, de cruende par. Satu bigi padi en ik ben hem akasatu padi padi.